Mijn naam is Anton van Wijk. Ik ben hier voor Dorcas in Mozambique, in een gebied dat is getroffen door de cycloon Idai. Veel mensen hebben door die cycloon hun huizen verloren. En dit is een van de locaties die door de overheid is aangewezen waar mensen naar terug kunnen verhuizen. Omdat sommige van de plekken waar ze eerst woonden niet meer toegankelijk zijn, omdat er bijvoorbeeld rivieren zich hebben gevormd, omdat er nog heel veel water staat. Dorcas helpt de overheid met het voorbereiden van deze plek door een waterpomp te installeren en er daarmee voor te zorgen dat er voor de komende tijd voldoende schoon drinkwater is voor de mensen die hier komen wonen.